aanspoelpunt zijn. Het moment aanvoelen wanneer je de bal moet vasthouden, de bal moet kaatsen. Ja, dat soort kleine dingetjes wat, ja, wat het team heel veel kan helpen als de spits dat doet. Je kwam hier, je wist dat je in aanmerking kwam voor een basisplek. En, uiteindelijk wil je weer een belangrijke speler worden voor het team. En natuurlijk met je goals weer, dat je het gevoel weer terugkrijgt. En, daar mag ik niet over klagen dat, dat het gewoon lekker gaat, maar deze lijn wil ik zeker doortrekken. Je bent een belangrijke aankoop geweest met Dusan Tadic. En, het begin van het jaar ging het niet echt, echt soepel, niet echt lekker. En, ik voel me nu steeds beter en einde van het jaar gaat het gewoon lekker. Toen je hier kwam, toen ging het er met name ook over dat je een jaar bij Inter had gezeten. Daarvan zei je toen dat het een goede investering is geweest. Kijk jij daar nog steeds zo tegenaan? Zou je jongens die van jouw leeftijd zijn eenzelfde stap zouden kunnen maken, hetzelfde adviseren? Wat ik qua, wat is zoals ik zeg, ik heb een stukje ervaring meegenomen. Het elke dag trainen met de top van de wereld. Het zien wat je ervoor over moet hebben om daar te komen, om daar te blijven, om de beste elke week te zijn. Dat maakt je een soort van wakker van wat heb jij ervoor over om net als een militair te worden of een snijder, dat soort dingen. En het heeft niet alleen te maken met voetballen, maar ook buiten het voetballen, hoe leef je, dat soort dingen. En jongens van mijn leeftijd, als ik dat zou als tip zou aangeven, het liefst weer is het belangrijkste gewoon spelen. En als je in de Eredivisie zoveel mogelijk wedstrijden kan spelen en een volwassen speler kan worden en daarna een waardevolle speler in het buitenland kan zijn, dan zou ik beter dat doen dan een stap eerder gaan. Je hebt een periode gehad waarin je de goal niet zo makkelijk vond. Toen kwam een goal in Leeuwarden. Promes, Castaños, het is geen buitenspel, dan is het raak. Met name de reactie daarna, daar is lang over nagepraat door veel mensen. Jouw reactie? We zaten niet goed in de wedstrijd en we hadden het moeilijk. En je weet in dat soort momenten, als je één kans krijgt en je kan hem maken, dan weet je dat je die wedstrijd wint. En we speelden gewoon goed, we speelden niet echt top. Maar het gaat om één kansje en daar kwam die ontlading, hoe je het wil noemen. Ik noem het meer ontlading. Ben je tevreden over hoe het tot dusver gaat, je seizoen? Ja, tot nu toe mag ik niet klagen, maar tevreden ben ik zeker niet. Dat is, en waar zit het dan in, dat je niet tevreden bent? Ja, je moet hongerig blijven. Hongerig blijven naar meer en dat gretigheid moet erin blijven. En als je een hele goede spits wil worden, dat gretigheid blijft er altijd in. Waar staat SC Twente nu, volgens jou? Ja, gewoon goed, denk ik. En hopelijk dat we dit zo lang mogelijk kunnen doortrekken. En in de belangrijke wedstrijden, dus tegen de toppers natuurlijk bovenin, dat we daar gewoon een goed resultaat tegen halen. Wat is er dit seizoen anders dan vorig seizoen? Ik denk zeker nummer één over voetballen. Zoveel energie, zoveel
ja, zoveel drijf dat er vanaf komt. Van iedereen natuurlijk. Het is een jonge groep, maar de energie en de drijf spatten gewoon vanaf, denk ik. Als je ernaar kijkt, soms hebben we zoveel energie dat, ja, dat we soms de restverdediging vergeten bijvoorbeeld. Maar doordat we ook weer goede verdedigers hebben, dat ze het gewoon staande kunnen houden. Als we deze drijf houden, dan weet ik zeker dat het, en de energie, dan weet ik zeker dat het goed komt, denk ik. En waar staat de teller op na het seizoen? De teller. Ik hoop zoveel mogelijk. Maar ik ga geen cijfers noemen.